Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag is het op de map Rush. En we spelen met de Vector K10. En dit is eigenlijk mijn tweede match. Maar ik had net een match, was op... Hoe heet die map ook weer? Die map die iedereen chill vindt. Ik kom zo even niet op. Ik raid volgens mij gewoon ofzo. In ieder geval, ik stond 21 om 2 en de enemies waren gereeds quit. En het was gewoon gezakken aan, want niemand meer was. Dus ik, nou weet je wat, ik ga gewoon nog een keer doen. Fuck, ik kreeg geen spam. En in ieder geval, ik heb mijn internetkabel even aangesloten. Want de laatste keer dat ik dit recorde voor jullie, Facecam Vrijdag van vorige week, toen speelde ik draadloos. En ik heb een internetkabel, maar die heb ik altijd in mijn PlayStation 4 zitten. En daarom had ik zo'n verschrikkelijke lag, want het scheelt wel echt een hoop kabel of niet. En hier is een enemy, maar... Oh shit. Come on, come on! Oké, ja, komt niet en dan ga ik nou zeker dood. Dacht ik niet. Nee. Let's go. Okay, misschien had ik niet door moeten spelen. Hij komt wel tevoorschijn, maar hij kwam niet. Even zwart, want ik ben aan het regeneraten. Er is ook helemaal niemand van mijn team aan deze kant. We gaan gewoon op af. Alleen, ik moet even alles laden. Jezus! Iedere keer als ik wil lopen... Ik heb het idee dat hier iemand heel gewoon om het doekje zit. Oh shit, check al die enemies daar. Oké, rennen. Oh shit. Weg. Hoeveel enemies zitten daar, man? Oh, ik sta al 5-0. Dat had ik niet zo in de gaten. Probleem is, ik heb geen flakjack. Daar ben ik wel gewend. Dat ik daar eigenlijk altijd in... In Ghost heb ik altijd flakjacket voortaan. Ik word helemaal gek van al die IEDs. Sommige mensen zeggen, ja, ze gebruiken IEDs, maar je kunt het goed gewoon weghalen. Nou, fuck you. Ze gebruiken nog steeds IEDs en net zoveel als altijd. Ik kan zeggen, ik dacht ineens dat ik nog zag lopen en dan ga ik dood. Zo, assault rifle. Geen assault rifle. Een silenced submachine gun. Wind van een non-silenced. Oké, ik weet niet wat hier aan de hand is. Hier is iemand. Oh, gezien, hij had me nog bijna. Is hij een host of zo? Jezus. Ik schiet eerder en hij wint. Hij heeft een zwakke wapen, hij wint. Dan zou hij wel beter kunnen schieten, natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Want ik speel dit spel maar één keer in de week. Hè. Je kunt wel zeggen van, alle Calvins zijn hetzelfde. Nou, niet echt. Holy fuck, hij wint echt bijna alles. Alleen hij steeds. Hij zal mij ook wel een beetje haten, want ik heb hem ook de hele tijd. Dit is zijn ding. Hey, friendly. Dat is ook niet veel. Oké, ik ben een klootzak, maar dat is een fucking orbital, dus laat mij. Ik kan niet gek doen als een orbital in de lucht zit. Oh shit, als jullie zeggen dat het werkt. Oh mijn god, dit ding schiet raar. Holy fuck. Lijkt dat mijn sensitivity 50 staat met dit wapen. Oké, hij is silenced en nou weten zij niet dat ik achter hem zit, dus dat is eigenlijk het idee waarom ik hem pak. En ik zit echt direct achter hem. Hopelijk heeft hij mij niet gezien. Hij heeft mij niet gezien, let's go. Oké, let's go. Nog één kill. Heb ik mijn killstreaks. Ik heb vrij laag killstreaks gekozen. En dit zijn echt van die domineer killstreaks. Eén ding zit vrijheid op de grond rond. Die doet alles op de grond. Andere ding, die vliegt in de lucht. Oh shit. En laatste, mijn orbital, dat is voor mij. En dan kan ik aan de gang. Ik call gewoon eventjes in dit. Ik weet niet of ik die orbital moet gebruiken. Oh shit. Nee. Ze hebben AR's. Weg daar. Dan gaan we niet challengen. Oké, dit ding is best wel zwak, heb ik het idee. Met zijn silence. Ik kan hem altijd zonder silence. En dan was hij altijd fucking baas. Alsjeblieft, zeg niet dat er nou net op dit moment iemand hier... Oh, gelukkig. Hallo, oh, hallo. Let's go. Zo, hé, dat is terecht. Dat is zo terecht. Ik heb het nooit zo op mensen met die dingen. En dit is een bitch actie, maar ik weet... Oh, ik dacht dat ze aankomen lopen. Ik kan zeggen, ik weet dat ze aankomen, maar... Even kijken, wat geeft die UV aan? We hebben nog 1 minuut. Ik wil eigenlijk nog 1 minuut afwachten hoe ik die orbital straks gebruiken. En uit de shotgun. Oh, pas de teammate. Heb je hem? Er zit iemand voor mij. Ik zit 23 om 1. Ik weet niet wat mijn streak is, want ik heb natuurlijk een assault streak. Of kill streaks. Dus ik heb niet echt een gun streak op het moment. Natuurlijk wel iets, maar niet heel hoog waarschijnlijk. En die chopper die doet best wel werk volgens mij. Kijk die chopper. 26-1. Let's go. Ik ga even helemaal terug, want ik wil die 44 seconden ook kunnen afwachten en die eigenlijk niet doodgaan. Maar ik heb ook geen zin om helemaal achter die map te gaan zitten natuurlijk, dus dat ga ik ook niet doen. Ik loop wel gewoon rond. Maar, oh, dat was een teammate. Ik ga het wel iets voorzichtiger aanpakken als dat ik heb gedaan net. En ik kan het zeggen, nee, ik ga het niet kapot maken. Ik haat mensen met tech inserts. Daar ga ik altijd op zitten wachten. Let's go, come on. Nee, je komt niet. Hier was iemand. Nee, die liep net weg. Oh shit, er waren twee. Ik ging niet kijken, want ik was bang dat ze dan net op dat moment in mijn rug komen. Dat is eigenlijk altijd.
soort van karma. En daar lag net een tech insert, had ik gezien. Hier was het. Lag je net geen tech ins? Ik zweer dat ik een tech insert had gezien. Even muten. Oké, 28-1. Ik weet niet wat voor streak we zitten. Ik heb een beetje in mijn achterhoofd dat we toch wel op weg zijn naar een soort van. Ik wil zeggen campsite. Nee, nuclear. Dus ik ga wel iets voorzichtiger spelen. Ik hou mijn orbital. Dus hopelijk dat dat helpt. En ik heb een non-silence wapen, want ik heb mijn wapen nog niet veranderd. Ik ben eigenlijk niet echt van plan, maar ik heb ook niks silence volgens mij. Of in ieder geval geen submachine gun silence, en ik wil eigenlijk wel een submachine gun hebben. Ik ga die AGR even inkallen zometeen. Dat is altijd een leuk iets. Drop ik ergens, weet ik veel. Ja, maakt uit. En ik rijd toch rond, ik gooi hem hier gewoon neer. Orbital komt er ook aan. Het beste is eigenlijk om altijd heel eventjes te wachten met je orbital, want je weet toch waar ze bij het begin zijn, want ze zijn rond hun spawn. Maar ik wil dat niet riskeren dit keer, dus hopelijk kan ik ze allemaal hier in de rug schieten. Hier zit iemand binnen. Let's go! Zat er een achter mij? Er zat er serieus een achter mij! Al die mensen waren dood. Oh shit! Niet dood! Ik wil weg! Ik zit op best een mooi streakje nog. Ik heb niet te klagen. Hopelijk dat het allemaal goed loopt. Waarschijnlijk niemand. Er komt nou net iemand aan. Dus ik... Oké, come on. Hij heeft een shotgun. Nee! Hij heeft geen shotgun! Hij heeft een assault rifle! Wat? Oh, mijn teammates die liepen er achter mij. Hè. En die gaan gewoon claymores neerzetten als ze enemies zien. Oké, ik moet toegeven, dat is fout van mij. Maar ik had die gewoon moeten hebben. What the fuck? Ah. Ik kan hier niet tegen. Oké. Enemies gaan richting A. Nee, ik had een triple moeten hebben. Hoe kan jij... Met... Ah, overpowered zijn pistooltje in de history of Call of Duty. Fuck you. Oké, we hebben in ieder geval weer een orbital. Het wordt tijd dat mijn teammates die dingen ook eens weten te halen. Dat zou altijd alles een stukje makkelijker maken. Maar ze weten alleen nog niet hoe dat precies werkt. Wat? Oké, nou gaat alles fout. Ik ga gelijk tot aan dood. Oké, we gaan het anders aanpakken. Come on, ik ga hier staan. Fuck jullie. What the fuck? Zit dat nou daar? Die aim assist is een beetje irritant. Die aim assist zat te trippen. Irritant shit. Oké, ze zitten achter ons. Ik ga wel naar hem toe. En waarschijnlijk wordt hij recht van mijn neus gejat. Nee, ha, ik jat hem van hun. Mooi. Best wel gek, bij het begin ga je zo lekker eigenlijk en dan ineens alles verpest. Helemaal scoren naar de kloten. Ik heb niks aan mijn orbital gehad, net één kill meegemaakt of zo. Ik denk dat ik echt weer vaak met silence moet spelen of zo. Dat zul je altijd zien, hè. Oh shit, ik wil zeggen, nou word ik in mijn rug gehit, maar ik heb ze allemaal. Oké. Soms een keertje wel agressiever reageren, dat is soms best goed. En daar zat iemand, ik weet niet of hij mij ook gezien heeft. Ik ben even te wachten tot die EMP weggaat. Oh, wow. Oppassen, Dennis. Wat? Ik denk gewoon dat ik ze raak. Alleen ik schiet gewoon mis. Ik schiet serieus mis. Oké, nou moet ik oppassen. Iemand weet dat ik hier ben. Hij staat waarschijnlijk daar. Hij staat niet daar. Dan ga ik redden voor mijn leven. Ik heb bijna weer mijn streaks. Ik wil B meekappen voor jullie. Oppassen, ik heb geen flag jacket. En ik doe het toch, hè. Ik doe de fouten maken. Nooit cappen. Ik heb altijd dood door granaten. Ja, ik heb altijd flatjacked op Ghost. Dus dat is een beetje irritant dat ik dat niet in mijn hoofd heb. Want hier gooien ze gewoon fucking wel C4's en shit. Dus hier moet ik ook gewoon flatjacked hebben. Oké, come on. Laat je rotkop zien. Oh shit, zitten er twee. Ik schiet er wel in zijn kop. Headshot. Oké, ik wil voor de 50 kills gaan. Dat is makkelijk te halen hier nog. Meer dan genoeg tijd. Moet ik wel uit de raam gaan. Jezus, mijn aim is echt helemaal off vandaag. Let's go! Jezus, hij blijft stilstaan. Oké, daar kwam iemand aan met de riot shield, maar die heeft waarschijnlijk C4. Zo zijn al die riot shield mensen. Oh shit. Oké, ik ga even laden en dan ga ik gewoon op af. Ik ga gewoon YOLO. YOLO mode! Ze keken me niet eens aan, ze wisten niet eens waar ze moesten kijken. En die kerel die weet het precies waar hij moet kijken, want hij een shotgun met één kogel raakt schieten. 48-6. We hebben een 40 seconden om 2 kills te maken. Dat is makkelijk te halen in Call of Duty. Maar, ik kan natuurlijk ook in die tijd nog even 2 keer doodgaan.
En what the fuck? Dat was gewoon een free kill. En hij heeft mij. Dat was gewoon een free kill. Die kerel was fucking slecht. Hij had me ook nog. Ik had net ook gewoon mijn streaks en alles gewoon kunnen halen. Als ik... Nee, jezus. Ik ga helemaal fout. Ik moet volgens mij meer dit spel spelen. Ik wil die 5 kills. Dus daarom ga ik nou rennen. En dan ga ik gelijk 6 keer op rij dood. Ik heb 6 keer zo overdreven. Maar als ik die kill wil, dan ga ik altijd vaak op rij dood. Laat me die kill geven. Yes. 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 Mission accomplished. Maakt me niet uit. 9 deaths. Oké. Okay. Maar 5 kills. Het is natuurlijk niet heel spectaculair. 5 kills. Maar ik wou gewoon die 5 kills. En als ik waarschijnlijk die laatste 3 kills zo die ik nog moest, niet had gerust, dan had ik waarschijnlijk 5 deaths minder gehad of zo. Maar ja, er is niks aan te doen. 51-9, het is ja, een lekkere score, meer kan ik niet van zeggen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.